Tijdens Outdoor Gelderland werden ook de Nederlandse kampioenschappen dressuur gehouden. In totaal 18 Paralympische ruiters stonden in de steeg aan de start. Na 3 onderdelen gingen de gouden medailles naar Frank Hosmaer, Sanne Voets en Petra van der Zanden. Vooral Voets en Van der Zanden toonden hun klasse. Zij wonnen hun categorieën met ruime voorsprong op hun concurrentie. Voor Frank Hosmaer was het zijn derde nationale titel op rij in Grade 4. Het is nu mijn derde keer, dus 3 achter elkaar. En het was best nog wel spannend, want ik ging als tweede. Dus zeg maar, na de stand van gisteren stond ik tweede. Het was wel 0,5%, niet echt heel erg veel. Maar ja, het moet dan nog wel even gebeuren. En dat heb ik naar mijn idee wel royaal gedaan. Ik heb niet op alle scherps gereden, want ik wilde absoluut geen fouten hebben. Ik wou gewoon dat ik een hele correcte, degelijke kuur neer kon zetten. En dat is gelukt. Ik heb geen enkel risico genomen, nee. Dus misschien zag het voor sommige mensen wel een beetje, wat ook op een safe gereden uit. Dat ik niet echt een knallen ben geweest, maar ik heb gewoon een hele fijne kuur gelopen, ja. En nu even lekker nagenieten. Nou nee, het is druk. Ja, nu vandaag misschien. Nee, straks moet ik gewoon alweer op bed. Maar volgende week woensdag gaan we naar Mulhouse in Frankrijk. Dat is onze tweede observatiewedstrijd, dus een druk programma.